Goeiedag en welkom bij NH Events. We zijn hier op het vliegveld Middenmeer op de open dag. En ik zit hier heel relaxed in het vliegtuigje. Zit je ook lekker? Ja, yes? Heel lekker. Heb je al in andere vliegtuigjes gezeten? Nee. Heel spannend. Eerste vliegtuigje. Ook voor mij. Ik heb nog nooit in zo'n vliegtuigje gezeten. Ik ook niet, maar het lijkt me wel leuk. Wil je er ook zo eentje gaan vliegen later? Denk ik wel. Ja? Ja. Oké, hier de vliegles. Ja. Nou, nog heel veel plezier vandaag. Ja. Ga ik eens proberen uit dit vliegtuig te komen. Zo. Nou, dat ging toch aardig soepel, zeg ik het zelf. Want alles kan jij vertellen volgens mij over deze open dag. Goeiedag, Christian. Dag Pamela, goedemiddag. Welkom op het veld. Ja, bedankt. Jij bent de voorzitter van deze hele Vliegclub Middenmeer, hè? Ik ben voorzitter van Vliegclub Middenmeer, correct. En wat is er vandaag zoal te zien allemaal? Ja, vandaag moeten we het helaas door het weer beperkt houden voor dingen die op de grond te zien zijn. We hadden natuurlijk gehoopt dat vliegtuig dat we vandaag hadden kunnen vliegen. Ja, vliegshows. Vliegshow was een stuntvlieger aangekondigd en de kustwachthelikopter was er aangekondigd. Maar weer laten in de steek. Ja. Dus activiteiten op de grond, voor zover als dat het gaat. Ja. We staan hier, dat kunnen de kijkers nu niet zien, maar we staan hier voor een grote hangar in die elkaar zijn stand houden. Dus er staan flight simulators opgesteld. We kunnen wel even heen lopen. De flight simulators, kunnen we lopen die kant heen? Zeker. Dit is de hangar. Ja, dat is wel mooi voor de, omdat het natuurlijk regent wat je zegt. Want heel misschien is er nog een kleine kans dat er de lucht in gegaan wordt, toch? Als het droog wordt. Dat hopen wij wel. Zodra het vliegbaar weer is, gaan we de lucht in. Niet in de laatste plaats, omdat begin dit jaar in januari is een van onze jongere clubleden is ons ontvallen. Die is ten gevolge van een ernstige ziekte is die overleden. Oh, wat erg. De bedoeling is dat er vanmiddag tussen 4 en 5 een zogenaamde Missing Man Formation gevlogen wordt. Ter nagedachtenis aan Sander van Geffen, aan ons clublid. Dan hopen we dat het dan een beetje mooi weer is, dat gaat lukken. Dat hopen we wel, want de verwachting is ook dat er een hoop familie en bekenden van Sander op het veld zijn om dat moment mee te gaan maken. Ja. Ja. Nou, dan hopen we dat zeker. Wat zien we hier verder allemaal gebeuren op de open dag? Nou, als we hier in de hal kijken, dan zien we stands van twee luchtsportverenigingen in Nederland. Twee grote luchtsportverenigingen, de KNVVL en AOPA. Die zijn hier vertegenwoordigd met de bedoeling om mensen die hier piloot zijn lid te maken van hun vereniging. Het zijn eigenlijk belangenverenigingen. Ja. Want luchtsport is een activiteit die veel te maken heeft met regelgeving. Het is erg belangrijk dat wij als sportvliegers goed vertegenwoordigd zijn in Den Haag waar de regels worden gemaakt. Ja. Dus dat kan je hier ook allemaal zien. Lid te worden helemaal in de hoek waar we heel veel mensen kunnen zien staan. Daar hebben we flight simulators staan. Dat zijn mensen uit Nederland. Dat zijn hobbyisten die hebben als hobby het maken van vliegtuigsimulatoren. Oh, mooi. We kennen ze allemaal al van thuis. Dat je zo'n computerscherm hebt en zien een vliegtuig gaan. Maar deze mensen gaan veel verder. Ja. Die hebben hier twee cockpits staan van F-16's. Oh, ik zie het. Ja. Helemaal zelf gebouwd. Ja, dat is een beetje doorgeslagen hobby, maar ik vind het echt fantastisch. En hier zie ik inderdaad één en twee. Eentje is heel groot, anders wat kleiner. Dat zijn allebei F-16 simulators. Die mensen maken die hele opstelling zelf. Die cockpit hebben ze zelf gemaakt. Al dat instrumentarium. Het is gewoon net alsof je... Ja, ik heb zelf nooit F-16 gevlogen. Dat geluk heb ik niet mogen proeven. Maar volgens de mensen die wel F-16 kennen, is het gewoon super realistisch. Ja? Ja. Knap voor een hobbyist om dit dan in elkaar te zetten. Ik denk wel echt, dat is toch knap? Ja, dat is een hobby en dan... Een stapje verder, zullen we maar zeggen. Ja. We zijn erg blij dat ze er dit jaar bij zijn. Absoluut. Ja, want hoeveelste jaar is dit nu? Deze open dag? Ik ben nu voor 2 jaar voorzitter. Ik moet een beetje graven. Ik denk dat dit de 6e of 7e keer is dat we de open dag hebben. 3 jaar geleden hebben we hier op het terrein een luchthavengebouw mogen neerzetten met een mooie recreatiefunctie. Dus we hebben een restaurant, horeca erin zitten. Het neemt nu een veel grotere vlucht. Veel meer bezoekers. En dat is ook de reden van deze open dag. We willen de mensen uit de regio attenderen op de mogelijkheid om als ze een dagje weg willen om gewoon naar dit veld te komen. En zeker als het een beetje weer is om te kijken naar alle vliegactiviteiten die hier zijn. En misschien in een vliegtuig te stappen. Ja, dat kan. We hebben hier op het terrein hebben niet alleen de Vliegclub Middenmeer zitten, maar we hebben hier ook een vliegschool zitten. Vliegschool Adventure Flights. De mensen die geïnteresseerd zijn in het vliegen. Die kunnen dat daar kenbaar maken. En die kunnen een rondvlucht maken. Of die kunnen een kennismakingscursusje afspreken. Waarbij ze zelf een paar uur in de lucht gaan om te kijken of ze het echt leuk vinden. Geef je die toevallig zelf ook? Nee, ik geef dat zelf niet. Ik vlieg alleen maar hobby. En ik ben niet verbonden aan de vliegschool zelf. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier en succes nog vandaag met de open dag. Dan gaan wij verder hier rond naar zijn hangar. Ja, dankjewel voor jullie komst. En veel plezier verder. Bedankt. Ja, want ik sta hier natuurlijk met mijn neus tussen al deze mooie vliegapparaten, simulators. Heel veel mensen met mij.
eigenlijk op zoek naar iemand die mij hier iets over kan vertellen. Maar kijk nou even naar dit apparaat, dat is toch geweldig? In mijn hoofd ziet dat er zo uit in een vliegtuig. Oh, er wordt zelfs gevlogen daar links. Deze mensen gewurmd die hier staan te kijken. Hallo! Hallo. Wat ben jij hier aan het doen vandaag op de open dag? Gewoon even lekker rondkijken naar wat er aan de zee is en zo. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, dus ik was wel benieuwd hoe alles eruit zou zien. Nee, je was nog nooit op zo'n open dag van een vliegveld geweest? Nee. Ik ben wel voorheen naar Aviodroom geweest, maar dat is natuurlijk heel wat anders weer. Ja. Ja. En wat vind je hier nou zo van? Ja, gaaf. Dan kan je eigenlijk eens zien hoe het is om in een vliegtuig te zitten. En in de F-16. En heb je ook zoiets van, goh, ik ga nou ook een vlieglesje nemen? Dat lijkt me wel erg gaaf. Hoor. Ja? Ja, het lijkt me erg gaaf. Ja. Klaar, misschien volgend jaar met de verjaardag. Ja, zeker, ja. Dus even kijken bij de buurman. Hallo. Hallo. Wat doet u vandaag op deze open dag? Gewoon kijken. En wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk. En een linktrainer hier. Zo kun je thuis neerzetten. Kun je, weet ja, ik wel waar naartoe volgens vliegen. Mij hebben deze mannen wel zoiets thuis. Nou, misschien een tikkeltje kleiner, maar... Ja, en dan nog eens het tweede gelijk een lucht in. Heel apart. Ja, nooit zoiets eerder gezien. Jawel, toen ik jong was al op Schiphol. Ja. En staat daar nou niet meer. Het staat nou Soesterberg geloof ik. Hmm. Waar het, Lelystad. Daar is het. Maar het is toch wel mooi om het zo van dichtbij echt te zien. Lijkt. Ik ben bij zoveel vliegtuigen heel dichtbij geweest. Okay. zo bijzonder is het niet meer. Nee, dit is niet zo bijzonder. Heeft u zelf wat met vliegen? Bent u piloot geweest? Nee, dat niet. Ik moest andere dingen doen. Ik moest dingen controleren op vliegtuigen. Maar toch vaak vliegtuigen van dichtbij. Ik heb nog wel fokker gebouwd, ook nog. Ah. Nou, heel veel plezier vandaag op de open dag. Mag ik jou kort wat vragen over deze machines? Machines, simulators, hoe zal ik dit noemen? Virtuele cockpit. Virtuele cockpit. Wat zie ik hier? Wat gebeurt hier voor mijn neus? Ik heb namelijk nul verstand hiervan. Nee. Dit is zoals ik net zei, virtuele cockpit voor het spel Falcon BMS. Ja. Het is allemaal zelfbouw, dus alle mensen die hier... die hier zitten, die hier spelen. Iedereen met een gele tekst op het shirtje hoort erbij. Oh ja, Virtual Fighter. Het laatste woord kon ik even niet zien. Virtual Fighter Squadron. Mm-hmm. We zijn een groep vrienden geworden vanwege dit spel. We zoeken elkaar dan via het internet op. Online, wat leuk. Ja, online om dit spel te spelen. En het is een simulator die al een tijdje meegaat. En qua graphics ziet het er nog goed uit, maar wel een beetje gedateerd. Maar deze hele simulator draait eigenlijk om het samenspel, de communicatie. En dat maakt het uitdagend en spannend. Als je een missie plant dat je bijvoorbeeld een vijandelijke basis... wil uitschakelen en je gaat daar met 20 man de lucht in om dat allemaal te doen. Ja, en als je dat ongecoördineerd, ongepland doet, dan wordt het natuurlijk een rotzooi. Dus nou, van die 20 man hebben er een paar bijvoorbeeld als taak om de landingsbaan uit te schakelen, een paar hebben de taak om vijandelijke vliegtuigen uit te schakelen, anderen hebben de taak om het luchtafweergeschut uit te schakelen. Iedereen doet zo zijn ding. Iedereen binnen de missie van schakel die vijandelijke basis uit, heeft dan zijn eigen subtaak. Nou, en als je wilt voorkomen dat het een chaos en een rotzooi wordt, moet het wel gecoördineerd. Ja. Gecoördineerd en goed gepland. En al die knopjes die werken gewoon? Ja. Alles wat hierin zit, als je daar ja, die andere ziet er echt prachtig uit. Die is helemaal losgegaan op cockpit bouwen. Ja, ja dat werkt. Ik heb een keer een echte oud F-16 piloot gesproken. En die zei van alles wat in de simulator zit, dat is echt. Levens echt. Dat is echt. Dus als je in de simulator de F-16 aankrijgt, dan krijg je hem ook in het echt aan. Wat het verschil maakt zijn natuurlijk de G-krachten en het misselijk maken van het hobbelen in de lucht. Ja. Dat is natuurlijk alles bepalend. Maar alles wat erin zit, dat is levensecht. Mooi. Is deze van jou? Of hoe werkt dit? Van een collega? Nee, van een vriendin. Ik weet niet. Leuk. Hoe het werkt? Nou, het is een hele steile leercurve. Dus we zijn nu nog wel even een paar dagen bezig als ik alles wil uitleggen. Ja, dat gaat niet lukken, nee. Ja, maar het is in ieder geval een hobby en een flink uit de hand gelopen.
uit de hart gelopen hobby. Ja, ja, voor velen wel. Ja, ik heb het zelf heel eenvoudig. Alleen gewoon een joystick en... Nou, noem dit maar eenvoudig. De schermpjes daar. Ja. Want thuis, als je dit thuis doet, heb je denk ik alleen een joystick en een paar schermen, toch? Ik heb gewoon thuis een tafeltje met mijn bureau en een monitor met dan dus de joystick. Maar dat zijn wel inderdaad ook deze speciale F-16 replica joystick. Nou, en het lijkt een beetje overbodig luxe, maar er zitten allemaal opties op die het allemaal heel snel te bedienen maken. En zeker in het heetst van de strijd heb je dat wel, wel echt nodig. Net echt? Ja. Nou, geweldig. Nou, heel veel succes nog met dit soort prachtige dingen bouwen. Dankjewel. Ik wil misschien nog vandaag het open dag. Ja. Gaan we verder naar andere mooie dingen hier in de hangar. Hallo, mag ik jullie vragen wat jullie hier vandaag doen? Even kijken. Even kijken op de open dag. Ja, kijken op de open dag. Ik had gehoopt op wat vliegtuigen die gingen vliegen. Het jammer door het weer, helaas. Het is niet anders. Waarschijnlijk tussen 4 en 5. Als het dan goed is, dan komt er een vliegje. Okay, nou, dan dus ik, even wachten nog. Een hele verwachting. Ik weet niet of ik ga blijven. Dan. Gaan we nog wel even zien. Wat vind je van de open dag tot nu toe? Leuk. Ja? Ja. Was je hier ooit eerder geweest? Ik ben hier wel eens geweest om met een vriend te vliegen. Die heeft ook vliegt. Graaf. Mijn collega. Ja, dat heb ik meegevlogen. Dat is leuk. Ik sta in de weg. Zou je zelf nou een cursus gaan doen om te vliegen? Of is dat niks meer? Ik zou het wel willen. Maar ik ga het niet doen. Nee? Waarom niet? Nee, omdat het is ook wel weer... Het houdt een kostenplaatje aan. Ja, het is ontzettend duur, lijkt me. Dus, maar het is wel erg leuk. Nou, dan in ieder geval nog veel plezier. Dankjewel. We gaan nu nog even kort kijken naar een zweefvliegtuigje. Dat is wel bijzonder. Die vliegt helemaal zonder motor. De radio, ik weet niet of het muziek is. De radio is ook voor met andere vliegtuigen te praten. Niet, er zit nog geen sleutel in. Nee, want anders zou die zo... Prachtig zo om alle vliegtuigjes te zien worden bevlogen door deze kleine pilots. Hallo. Hallo. Wat doen jullie vandaag hier op de open dag? Nou, wij staan hier met een zweefvliegtuig. Oh, deze is van jou? Nee, niet van mij. Hij is van de club. Maar wij staan hier om deze bekend te maken met zweefvliegen. Oh, mooi. En er zit een hele, hele kleine piloot in. Ja, inderdaad. Je kan bij ons vliegen als, vanaf als je 14 jaar bent. Oh, dat is echt heel jong. Ja, nou, hij is nog net geen 14, denk ik. Meevliegen kan we als je vanaf 1,30 meter... Oké, dan heb je een ander model waar dus nog een stoeltje achter zit. Er zit nog een instructeur achter. Ja. Dit is een prestatiekist, een beter glijgetal. Nog dan, maar vertel eens, wat zien we hier? Dit is een zweefvliegtuig zonder motor. Ja. Hoe kom je dan de lucht in? Nou, deze kist wordt normaal gesproken omhoog getrokken door een lier. Die zit op ons zweefvliegveld. Er staat die lier op ongeveer 900 meter aan de andere kant. Dus bij die lier begint het touwtje opgerold te worden. En deze kist zal dan ongeveer binnen 30 meter een snelheid bereiken van 90 km per uur. Oké, dus je wordt gewoon een beetje omhoog geslingerd door die lier. Nou, hij wordt omhoog getrokken. Omhoog getrokken, ja. Dus met 90 km gaat die, komt hij los van de grond, dan gaat hij omhoog. En dan zachtjes aan trek je de club al verder naar achter. En als het goed is, als de wind een beetje goed in de baan staat, als het allemaal lukt, kom je tot een hoogte van 400 meter. Aan het eind van de baan. Volgens mij wilt hij eruit trouwens tussendoor. Laten we dat dan maar eens doen. Laten we dat dan maar eens doen. Ja, we moeten niet hebben dat het eerder een gevangenis wordt dan een vliegtuigje. Het is wel lekker warm binnen nu. Ja, ik wou dat zeggen. Prachtig. En wat klein zeg. Dit is echt heel erg mini. Het is ruim voldoende, weet je. Meteen zie je die kap. Dus, door die kap lijkt het eigenlijk of je de hele wereld om je heen hebt. Ja, is dat het mooie aan het zweefvliegen? Het mooie van zweefvliegen is als het op een gegeven moment lukt om goed boven te blijven. Daar dromen wij altijd van. Hè? Is het jou goed gelukt? Hoe lang zweefvlieg jij al? 5 jaar ben ik... 5 jaar. Oh, wil je erin? Ik hoor volgens mij... Ja? Nou, volgens mij mag dat wel, toch? Ik ga er eentje in. Is goed, we gaan even tillen. Nou, ze heeft geen hulp nodig, hoppata. Nee, dat gaat helemaal goed. Oké, nou. En wat vind je ervan? Goed. Vind je het goed? Zit je lekker? Oké, gaan we eens even de kap dicht doen, hè? Ja, laten we dat maar doen. Zijn er nog ouders die foto willen maken? Volgens mij niet.
pas op, hè. Oh, geen vingertjes ertussen. Tussen. Nou, prachtig. Dus vijf jaar vlieg jij zelf al? Ik zelf 5 jaar, ja. En ik heb nu ook aan mijn buffet, dus... Mooi. Maar goed, als ik tot de 1000 meter hoogte kom, dan ben ik weer heel gelukkig. Dan is het weer een goede vlucht geweest. Dan kan ik daar weer even op teren. Maar hoe langer dat ik zweefvlieg, hoe minder lang ik erop kan teren. Ja, moet, ik eerlijk ja? Zeggen. Moet hoger en beter. Ja, inderdaad. Vroeger kon ik daar een maand op teren. Tegenwoordig denk ik naar het volgende weekend. Maand teren qua geluk? Ja, dat het gelukt is. Okay. Tegenwoordig denk ik van verdorie. Volgend weekend wil ik meteen weer. Ja, snap ik. Ja, het is, de thermische omstandigheden zijn niet altijd. Nee, dat lijkt me een uitdaging. Ja. Hoe de natuur heeft ook nog een inspraak. Ja. Toch? Ja, inderdaad. Nou, kijken of we nog wat kleintjes kunnen enthousiasmeren vandaag. En dan, zeker, zeker. Dat lukt heel goed. Ja, nou, succes nog. Dankjewel. Ja, en dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken naar NH Events. Hopelijk tot snel.